Deze persoon hoort niet bij het reddingsteam. Oh, wie is dit en hoe is hij hier terechtgekomen? Shepard zegt zou te maken kunnen hebben met het logboek dat we samen met Olimars noodsignaal hebben ontvangen. Als anderen dat ook zagen, dan kwamen ze misschien hier om schatten te jagen. Oh. Oh, dus er zijn nog meer mensen hier neergestort. Eigenlijk zou ik in aflevering 5 van Pikmin 4 de winnaars bekendmaken van de tekenwedstrijd voor het winnen van de Nintendo Switch game. Maar ik kreeg zoveel inzendingen dat ik er een losse video van heb gemaakt. Dus als je daar naar op zoek bent, check de link in de comments. En dan gaan we nu verder met aflevering 5 van Pikmin 4. Welkom op dag 4. We zijn allemaal mensen die met mij willen praten. Zoals Snaus, die we in de vorige video hebben gered. Ik ben schattaxateur. Ik bestudeer unieke objecten en schrijf er dan over in mijn catalogus. Hij is alleen alles kwijtgeraakt. Ja, lekker dan. Ik moet in totaal 50 schatten verzamelen voor hem. Ja, ik heb er al best wel een paar. Oh ja, ik had die vuurisolator nodig, dat weet ik nog. Ja, die gaan we kopen. En misschien is de verkenningsdrone ook wel makkelijk. Kan je iets verder vooruit kijken? Ja, dit is nice. Er is inmiddels een gebied bijgekomen, zoals je kan zien waar ik naartoe kan. Maar eerst gaan we de gele Pikmin hier proberen te fixen. Ja, die waren hier aan de rechterkant ergens. Ja, die bloempot die is dus daar, maar daar kwam ik nog niet echt bij. Maar deze diepte is daar wel bij in de buurt. En volgens mij kon ik hier de vorige keer dus niet bij. En dat was omdat ik niet in het vuur kon lopen. Althans, dat dacht ik dat dat hier was. Dat was niet hier, hè? Pak hem! Let's go! Lekker. Oké, die kunnen we meenemen naar een basis. Oh, wacht eens even. Volgens mij gaan we hier die gele Pikmin fixen. Zitten ze hierin? Nee, ze zitten niet hierin. Maar we gaan ze hier wel nodig hebben. Oké, we gaan hier naartoe. Ja, kijk daar. Daar zijn ze aan het einde. Pak deze vliegmonsters. Pak ze! Lekker. Kijk, hier zijn gele Pikmin. Lekker. Hallo. Hallo, meneertje. Volgens mij konden die dus wat hoger springen ook, die gele Pikmin. Captain Olimar schrijft, ik heb besloten de geel gekleurde Pikmin met grote oren gele Pikmin te noemen. No shit, Sherlock. Dat is een betere naam dan flapoor Pikmin. Ze zijn bestand tegen elektriciteit en kunnen hoger gegooid worden. Ja. Daarnaast zijn ze ook goed in graven. Kijk, deze zijn ideaal. Toppertjes, joh, die gele Pikmin. Oké, deze kunnen we nog even meenemen naar mijn basisje. Ga ik met de rest nog even verder. Hier is bijvoorbeeld een tube. Graven met z'n allen! Oh, dan kunnen die gele ook goed, hè? Oh, nou, oké. De rode, die nemen hem even mee. Oh, daar zijn er nog meer. Let's go! Pak hem! Met z'n allen! Oké, niet kapot gaan, gele Pikmin. Niet kapot gaan, kom hier. Lekker! Top! Oké, kijk, die gele Pikmin gaan we even hier bovenop gooien. Oh nee, ja, ik kan ze gewoon allemaal roepen natuurlijk. Hé, kijk, steentjes. 15. Oh, hier is nog een wezen. Pak ze. Goed zo. Is hier nog een enemy? Ga eens weg, joh. Oh, ik heb hier 10 Pikmin voor nodig. Jongens, kom eens terug. Kom terug. Ah, shit, nou moet ik alsnog helemaal teruglopen. Misschien kunnen jullie deze dan even meenemen. Dan gaan we gewoon met z'n allen eerst even terug. Dit blijft toch zo'n leuk spelletje. Op Pikmin kan je gewoon niet haten. Dit is gewoon een hartstikke leuke game. Doe even met z'n allen die duimpjes omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je nog niet geabonneerd bent. Maar hey, er zijn misschien toch nog steeds mensen die niet geabonneerd zijn. Oké, kom maar jongens. Lekker bezig, joh. Oké, nou, super. Is iedereen er weer? Dan kunnen we mijn 9 Pikmin hier even opgooien. Lekker, sloop dat elektrische hek, jongens. Kijk, ze gaan. Kijk, ze gaan met z'n allen. Oké, het duurt wel lang trouwens. Maar gaat het lukken? Ja, het gaat lukken. Nice. We gaan deze pakken met z'n allen, hè? Let's go! Wat ze flat. Oké, die gele Pikmin die kunnen deze, denk ik, eraf halen. Oh, maar die rode ook. Oké, top. Oké, maar wacht even. We gaan eerst hier dit even weghalen. Dan kunnen jullie sneller bij me uitkomen. Hoppakee, let's go. Kijk, hoppakee. De koekdoos gaat ook mee. En dan zijn we compleet. Oh, we gaan verder naar beneden. Pikmin die niet in mijn ploeg zitten, komen ook mee. Lekker. Namen we die dan ook mee naar boven, die gele Pikmin? Nou, dat zou natuurlijk wel chill zijn. Want dan kunnen we ook die gele ui straks gaan pakken. Die gele ui, die hebben we nodig natuurlijk. Want dan kunnen we de gele Pikmin overal mee naartoe nemen. Oké, daar was ook vuur. Oh, er is een schipbreukeling hier in de buurt. We gaan eens eventjes kijken. Oké, we gaan even splitsen. Oh, en we hebben gelijk een vuurvloer verdoofd. Kijk, dat was de bedoeling. Let's go, rode Pikmin. Lekker. Kijk. Dit is top. Als het goed is, kan ik er nou ook gewoon inlopen. Ja, super. Ja, nice. Lalalala. Oh, is dit een vijand of? Nee, dit is een wortel, denk ik. Ja, lekker fruitje. Hoppakee. Nog meer Pikminnetjes erbij. Oké, die gele Pikmin, die kunnen dit allemaal gaan pakken. Hier hebben we er 12 voor nodig. Oh, nee. Oké, dit is genoeg. Ja, oké. Ik dacht dat we 12 voor nodig hadden, maar ik keek scheef. Dan dit. Oké, hier moeten we nog een keer naar terug. Maar dat maakt niet uit. We moeten sowieso nog een keer terug. Daar is nog een baas, zo te zien. Of een tussenbaas. Lekker geflambeerd cookie, daar lijkt het op. Kom jongens. Gele Pikuminu. Jullie mogen de poort kapot maken. Dan gaat de rest hiermee aan de slag. En hiermee.
Oh, kijk, ja, daar is iemand. Daar ligt er één. Lekker, jongens. Oké, de rode Pikmin eventjes ervoor zorgen dat we daar ook daadwerkelijk naartoe kunnen lopen. Ja, soepel, jongens. Soepel. En de gele Pikmin kunnen we dan hierop gooien. Die kunnen we mee gaan nemen. Lekker hoor, lekker bezig allemaal. Dan hebben we hier nog die poort die we even open kunnen maken met z'n allen. Terwijl zij de schipbreukeling meenemen in de ui. En Colin gaat even kijken wie dit is. Dit is de ID-kaart van Piek. Heeft een obsessie voor planten en is in zijn eentje naar deze afgelegen planeet gekomen om onbekende bloemen te bestuderen. Wie weet hebben we daar ook nog wat aan. Aan die meneer. Oh, kijk, hier kunnen we ook even tussendoor. Zo, kom maar mee allemaal. We hebben de muur daar afgebroken. Kunnen we van twee kanten naartoe. Hallo, jongens. Hallo. Kunnen we met z'n allen deze slakbeest kapot maken? Ja, ja, soepel. Soepel. Oh, ja, hij wil omrollen, hè? Ah! Wat gebeurt er? Er zijn er een paar dood. No! Waarom zijn ze dood? Hij is omgevallen, daarom denk ik. Hij viel op een bakkes. Nee, mijn eerste paar Pikmin zijn gesneuveld. Arme Pikmin. Ik voel me zo'n slechte baas nu gewoon, hè. Het voelt niet goed om die Pikmin dood te laten gaan. Dat is echt niet leuk. Er zijn er ook echt best wel veel kapot nu. Of valt het mee, of niet? Nee, ik heb er gewoon nog 40. Ja, volgens mij zijn er wel wat rode Pikmin kapot gegaan, hoor. Oké, we gaan naar buiten. Hopelijk hebben we nu alles. En gaan de gele Pikmin met me mee. Dat zou echt top zijn. We hebben de Blue Mist in ieder geval gevonden. Ja, 100%. Daar hou ik van. Dit vind ik altijd heel fijn om te zien. Ja, ze komen mee. Super nice. Oké, de rest mag even een brug gaan bouwen hier. Kijk, top. Jullie mogen daarmee aan de slag. Dan ga ik met mijn gele Pikmin ga ik deze uitpakken. Want, kijk, ja, die kunnen we er wel op gooien. Lekker graven, jongens. Lekker graven. Lekker. Ja, deze hebben we nodig. Dus vanaf nu kunnen we ook de gele Pikmin gaan gebruiken. Top. Ondertussen is mijn kleibrug ook gebouwd. Top. En daar komen ze aan hoor, de helden van de dag. Ja, 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 ja. We kunnen 10 Pikmin meer uit de ui halen. Dat is sowieso wel lekker. Laten we dan nog 10 rode erbij gaan pakken. En dan gaan we eens even kijken wat er aan de overkant van deze brug is. Oké, we gaan even rijden. En dan gaan we even hier opspringen. Oh, hier is nog een ondergrondse missie. De ijspikmin kunnen we hierop afsturen, op deze bollen. En als ze dan bevroren zijn, dan kunnen we ze allemaal erop afsturen. Dan moeten we denk ik straks dit water bevriezen. 10 Pikmin kunnen dit water bevriezen. Oh ja, ja, en dan kunnen we met de rest even hierop springen. Even deze blauwe meuk kapot maken. Wat ze flat. Kijk, we hebben hier een speelkaartje of zo. Lijkt wel Uno, met een ooievaar. Hier moeten we straks naartoe, denk ik. Oké, iedereen verzamelen. Het ijs is bijna gesmolten. Jongen, maar dat is niet de bedoeling. Want het ijs moet nog helemaal niet smelten. Dat moet het even blijven doen. Maar wij moeten even dit allemaal pakken. En dit. En nou denk ik dat ik 10 Pikmin hier achter moet gaan laten. Want die kan ik nou niet meenemen. Ja, jullie kunnen niet hier komen natuurlijk. Oh, jij wel. Ik kan hier natuurlijk even snel opspringen en dan gewoon weggaan. Ja, 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 dat lukte gewoon. Het ijs gaat niet gelijk weg. Ik kan eerst die Pikmin eruit laten gaan. Dan even snel die Pikmin ophalen. En dan ongeveer 10 seconden later, dan gaat het ijs pas kapot. Oh, en ook hier is weer een schipbreukeling in de buurt. Oké. Eens even koekeloeren. We kunnen natuurlijk niet hier omhoog springen. Dat halen we net niet. Dus we moeten deze kant op met z'n allen. Oké, de blauwe Pikmin mogen dit doen. En de rode Pikmin mogen dit doen. Kan ik hier tussendoor lopen? Ja. Alleen het hondje kan natuurlijk weer niet mee. Arm hondje. Volgens mij moeten we dit gewoon allemaal kapot maken elke keer. Ik weet niet zo goed wat het doet eigenlijk. We maken hydrogelij kapot. Oh, wacht. Ik zie het al. Daar komt van die sap uit. Kunnen we onze Pikmin sterker mee maken. Of we komen van deze keien uit natuurlijk. Dat kan ook. We moeten via die kant moeten we met de hond hier naartoe. Want de hond kan springen en dan pas kan ik richting deze knop. Oké, dus daarvoor moeten we hier naartoe. Let's go Red Pikmin! Hey, we hebben hier gewoon goud joh. Gouden blokjes. Interessant. Die moeten ze eerst even kapot slaan en dan kunnen ze meenemen. Laten we deze tas even opzij pushen. Gewoon omdat het kan. En dan kunnen we nu dus wel met de hond hier naartoe en deze knop indrukken. Nadat we natuurlijk deze schat hebben gepakt, want dat was de bedoeling hier. En als we dan deze knop indrukken... Kijk, dan gaat die poort open. Ja, het spreekt allemaal voor zich. Oh, dit is een origami vogel. Ja, joh. Oh, dit doet me weer terugdenken aan Paper Mario The Origami King. Wat een geweldige game was dat. Die hebben jullie ook echt massaal bekeken. Laat even weten in de comments of je mijn Paper Mario serie ook hebt gezien. Want ja, die was ook vet. Oké, wat gaan we hier doen? Gaan we hier de brug bouwen of zo? Oh, nee. We moeten hier van die steentjes gaan halen. En dan kunnen ze met die steentjes dus een brug maken. Oké, ik wacht hier. Kijk, daar komen ze al, hoor. Lekker een beetje bouwen, joh, met klei. Goed bezig, jongens. Het lijken wel koekjes trouwens. Ja, dit zijn ook van die koekjes met chocola. Die zijn super lekker. We hebben geen kleihelling gebouwd. We hebben een koekjeshelling gebouwd. Er was trouwens hier een schipbreukeling, toch? Ergens. Oh, oh, dat was de schipbreukeling. Die zat daar in die blauwe meuk zat die vast. We gaan weer kijken wie dit is.
Colin zegt, hey, dit is Dingo, een lid van het reddingsteam. Hij werkt het liefst alleen maar waar nodig staat hij anderen bij met zijn fysieke capaciteit. Oftewel, dit is een hele sterke gozer. Ik wist dat hij het zou halen, zegt Shepard. Dingo is een zeer ervaren veldofficier die gespecialiseerd is in solo missies. Hij gebruikt niet eens een reddingshond. Zijn expertise kunnen we goed gebruiken bij onze missie. Nou, top. Daar is de volgende. We moeten alleen de dokter en de piloot nog zien te vinden. Die kapitein die zegt, ik wist dat hij het zou halen. Ja, maar zonder onze hulp had hij het toch echt niet gehaald hoor. Want hij zat toch aardig vast hier zo. Jee, we hebben opnieuw alles gevonden. 100%. Daar zijn we weer. Hé, we kunnen hier even een shortcutje maken. Oh, we zijn nu ook boven? Volgens mij wel. Ja, kijk, we waren daar. Daar gingen we naar binnen en hier zijn we uitgekomen. Nice. Kunnen we ook even ons kamp hier naartoe verplaatsen? Dat is denk ik wel lekker. Eens even kijken wat hierin zit. Met z'n allen jongens, met z'n allen tempo. Kijk, toppie. Oh ja, bij deze vijand moesten we wachten, hè? Die kennen we nog. Wachten tot hij al zijn dingen heeft geschoten. Oké, daar gaat hij. Kom maar. Oké, nu kunnen we. Pak hem. Lekker. Oh, ja, nice. Pak hem aan. Zo, hij is wel sterk trouwens. Oh. Oké, kom jongens. Kom. Nog een keer. Lekker. Oké. Goed gedaan. Oh joh, ze hebben het allemaal gewoon overleefd. Lekker hoor. Hé, hey, we hebben hier een rood spul. Wat is dat? Oh, daar kunnen we denk ik onze Pikmin nog sterker mee maken. Oh, of niet? Het hield Otchin, denk ik. Nee, het is wat anders. Een spray op basis van rode nectar die bast van pittige stoffen. Het is nog onbekend of het gebruik daarvan bijwerkingen heeft. Het is pittige nectar. We weten nog niet echt waar het voor is, denk ik. Hé, hey, kijk. Ik zie hier nog een vruchtje. Die gaan we ook lekker meenemen. Lekker bezig, jongens. Dat gaan we nog wel redden, denk ik. Kijk ze gaan. Misschien moeten meer Pikmin even helpen. Hier, met z'n allen. Laten we gewoon met z'n allen dit ding gaan nemen. Kom op. Meer dan 20. Toppers. Oké, dit gaat toch veel sneller, joh. Hé, er zijn er een paar gevallen. Die bleven achter. Kijk eens, hoppakee, wat een heerlijk vruchtje is dat, joh. Nou, weet je, eigenlijk vind ik het wel een mooie dag geweest zo. Ga maar lekker slapen in jullie ui. Het is mooi zo. We hebben 2 mensen gered. 1 bemanningslid en 1 iemand die van bloemen houdt. Die alles over bloemen weet. In de volgende aflevering gaan we even kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Binnenkort aflevering 6. Als je die wil zien, like. En vergeet niet te abonneren. Mazzel!